Drie dagen geleden maakte ik een video over het aandeel van Facebook na hun laatste kwartaalcijfers. Die werden niet heel positief ontvangen. En we zagen ook de dag erop dat het aandeel uiteindelijk die dag afsloot met een verlies van 26%. En het was daarmee de grootste daling ooit op de beurs, wat betreft beurswaarde. In die video gaf ik al aan dat ik na ging denken of ik mijn positie in het aandeel Facebook of meta uitging breiden, dat ik daar nog even de tijd voor nodig had. Nou, die tijd heb ik inmiddels gehad. Ik heb inmiddels ook het aandeel al bijgekocht. En in deze video ga ik je vertellen waarom ik dat heb gedaan. Dus laten we snel beginnen. En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. En in deze video gaan we kijken naar het aandeel Facebook of Meta Platform, zoals het tegenwoordig heet, en waarom ik het juist uh, heb bijgekocht na de recente daling. In deze video is het dus vooral een uitleg van mijn mening, mijn visie, maar laat ook zeker weten wat jouw mening en jouw visie is via de reacties onder deze video. En laten we allemaal beginnen met mijn portfolio bij de Giro om even te kijken hoe het er nu dus uitziet. En de Giro is dan de broker die ik gebruik voor de aankoop van mijn aandelen en ETF's. Wil je nou gratis een account openen en beginnen met beleggen bij de Giro, maak dan gebruik van de affiliate link onder de video. Uh, hier zien we dan mijn portfolio op dit moment. Ik had al een positie van 30 aandelen in het aandeel Facebook of Meta. En dat heb ik nu uitgebreid met 15 aandelen, waar ik net geen 237 dollar per stuk voor heb betaald. En daarmee zien we dat nu mijn positie in totaal net iets meer dan uh, 9300 euro waard is. En daarmee staat het aandeel op plek 3 in mijn portfolio. Na het aandeel van Tesla, wat op 1 staat, gevolgd door de ETF van Vanguard VWRL. En voordat ik het wil gaan hebben waarom ik het juist bij heb gekocht, laat ik eerst even kijken van waarom ik het überhaupt eerst al in bezit had. Uh, mijn eerste aandelen heb ik gekocht, geloof ik, voor rond de 175 dollar. Later heb ik die positie nog uitgebreid, waardoor uiteindelijk de gemiddelde aankoopkosten per aandeel rond de 250 dollar uitkwamen. De redenen dat ik toen het aandeel kocht waren: ten eerste, natuurlijk, dat bijna iedereen er gebruik van maakt. Bijna iedereen met een internetverbinding, behalve ik zelf dan. Maar um, ja, als we gaan kijken naar de cijfers, de laatste kwartaalcijfers ook bijna te, of iets meer, zelfs dan 2,8 miljard. Mensen maken dagelijks gebruik van Facebook, Instagram of andere platformen binnen het meta-platforms van het bedrijf, zeg maar. Dus Dat zijn enorm veel mensen. Niet alleen maken heel veel mensen er gebruik van, het is ook enorm winstgevend. We zien de winstgevendheid al iets afnemen, maar alsnog heel veel winst maken ze. En dat komt natuurlijk juist ook omdat het zoveel, ja, zo interessant is voor adverteerders. Je kunt heel specifiek. Aandelen richten op precies de mensen die jij eigenlijk wilt bereiken. Dat, daar zit eigenlijk de waarde ook vooral in voor ja, de kant van adverteerders zijnde. Daar wordt het geld verdiend en daarom zijn, we, zijn uh, gebruikers dus op het platform ook in principe heel veel geld waard. En het zou wel zo kunnen zijn dat dat iets af gaat nemen. Maar ik denk dat dat op zich wel meevalt. Af gaat nemen waarschijnlijk door het ingrijpen van Apple. Maar alsnog heeft Facebook gewoon heel veel data. En blijven gebruikers op het platform dus best wel waardevol lijkt mij. En dat beeld is dan misschien wel iets veranderd na de laatste kwartaalcijfers. Maar ik vind het alsnog steeds een interessant aandeel om in te investeren. De, ze zijn misschien dan iets minder winstgevend. Dat komt dus onder andere... Door het ingrijpen van Apple, de privacy-instelling op een iPhone. En uh, Facebook zelf zegt ook: van ja, dat gaat ons waarschijnlijk in 2022 10 miljard aan omzet kosten. Als we kijken naar vorig jaar, toen zaten ze ongeveer op de 120 miljard dollar omzet. Dus oké, okay, het is 10 miljard, het is heel veel geld. Maar procentueel gezien is het nog geen 10 Dus oké, okay, dat is alvast iets om mee te nemen. Ze waren ook wat minder winstgevend het laatste kwartaal of het afgelopen jaar, maar dat had er juist ook weer mee te maken dat ze inmiddels juist heel veel investeren in de metaverse Dus eigenlijk wat ze nu willen investeren, of waar ze nu mee bezig zijn om te investeren, moet voor een paar jaar eigenlijk geld opleveren. Nu kost het iets, zodat het in de toekomst juist geld op gaat leveren. En Facebook, andere platformen binnen Meta. Ja zoals gezegd, daar maken zoveel mensen gebruik van. Die mensen zullen vaak wel op een van de platformen blijven. En kunnen ze het ook in de toekomst gaan bereiken met hun nieuwe producten, diensten die ze aan gaan bieden. En zelfs met die laatste nieuwe cijfers. Die wat minder positief zijn, die wat negatiever zijn. Als ik met die cijfers een waardering ga maken, ziet het er altijd nog heel aantrekkelijk uit. En dat is dus voor mij ook de reden geweest om juist aandelen bij te gaan kopen. Dus laten we ook even kijken ja, wat mijn verwachting is en wat mijn waardering is. En voor die waardering maak ik gebruik van de website die ik heb ontwikkeld, beleggertools.nl. Dit is niet de website, maar dit zijn even screenshots van... Zeg maar de developers gedeelte met wat nieuwe dingen die binnenkort worden geïntroduceerd. Laten we eerst even kort kijken naar de checklist om een ja, kort snel beeld te krijgen van het aandeel. We zien inmiddels dat het aandeel um, een PI heeft van 17. Dat zijn de actuele cijfers na die koersdaling dus. En hier kun je inmiddels zien dat het 22,5 staat. Dit kun je in je eigen profiel als betalend lid dadelijk gaan aangeven. Dus misschien is voor jou 22,5 de het PE-ratio waar je wilt kijken. Voor iemand anders is dat 18 of 30, dat kan je zelf invullen. Uh, dat ziet er dus heel positief uit. Wijzigingen in aandelen, ze kopen nog steeds aandelen op. Als je gaat kijken naar de omzet, de winst, de free cashflow, zijn allemaal heel erg gegroeid in de laatste vijf jaar. De netto-winst komt nog steeds uit op meer dan 33% in de laatste 12 maanden. En ook wat schuldposities ziet dat eigenlijk allemaal heel goed uit. Bijna alles groen Behalve de interest coverage, oftewel of ze de rente kunnen voldoen. Maar aangezien dit op 0.00 staat, denk ik dat er iets een fout in de data zit. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat bijna alles groen is. En dat het dus juist tegen de huidige waardering mogelijk wel interessant is. Laten we nog even gaan kijken naar de cijfers. Wederom een screenshot. Wat hier veranderd uh, gaat worden... is dat je behalve jaarlijkse cijfers ook op kwartaalbasis kunt kijken. Dit zijn de cijfers per kwartaal. En die wil ik dan even gebruiken om te gaan kijken... Uh, het vierde kwartaal vergeleken met het vierde kwartaal van 2020. We zien de omzet nog steeds toenemen met 5 miljard. De netto-winst komt inmiddels wel een miljard minder uh, hoog uit. 10,2. Nog steeds niet heel slecht. Maar dat heeft er ook vooral mee te maken dat ze juist heel veel geld investeren... Dus in de metaverse, in de toekomst, dat gaat ten koste van de winstgevendheid op dit moment. Als we kijken namelijk naar de brutomarge, die ligt in allebei de kwartalen, lacht die op 81%. Het is juist eigenlijk dat je naar de winstmarge uh, voorbelasting is, dat die gaat dalen naar 38%, waar het eerder nog 47% was. Dus hier wordt gewoon heel veel geld ge uitgegeven voor de toekomst dus. Uh, het zal wel de komende jaren zo blijven, maar in de hoop gaat het natuurlijk wel zo worden dat de omzet ook uit die nieuwe producten, uit die nieuwe diensten, dat die wel gaat toenemen en dus dat uiteindelijk de omzet ja, of hetzelfde niveau stijgt of in ieder geval andere manieren zijn. ...waarop de omzet gewoon blijft groeien. En dan komen we denk ik aan bij het belangrijke deel van deze video... ...en de reden waarom ik dus het aandeel uiteindelijk heb bijgekocht. En dat is de waardering. Laat ik mezelf even rechtsboven in de hoek zetten, dat is dadelijk makkelijker. Uh, we hebben hier de laatste cijfers, het gemiddelde van één jaar, vijf jaar en tien jaar. Een uh, paar dingen die trouwens zijn veranderd voor de gebruikers van beleggertools... De uh, dividend growth, dividendgroei, die komt er binnenkort ook bij te staan. Dus als ze uh, dividend uitkeren kun je zien wat de groei is geweest. Dan kun je daar ook mee in de toekomst rekenen, want ook dividend heeft een bepaalde waarde en wordt meegenomen in de waardering. En de gewenste rendement en het eindloze groeipercentage kun je dadelijk in je profiel uh, zelf instellen. Dan komt dat iedere keer terug, hoef je het niet zelf, iedere keer zelf in te tikken of te veranderen bijvoorbeeld. Maar kijken we naar de drie scenario's, de bear, de base en de Boolcase ga ik uit van 15% in de bear case, 20% en 25% uiteindelijk. Dus dit zijn allemaal stukken lager dan wat we de laatste jaren hebben gezien. Um, je kunt aan de ene kant denken, naarmate het bedrijf groter wordt, is het ook lastiger om te groeien. Maar wie weet wat de metaverse brengt. Um, ja, misschien wordt het wel heel winstgevend, dat weet je niet. En juist dus ook in de bear case ga ik uit van heel weinig groei in principe... 15% is nog steeds heel veel, maar als je gaat vergelijken met de laatste jaren boven de 30%, is dit wel meer dan een halvering. Ook de netto-winst heb ik flink naar beneden bijgesteld, 28, 30 en 32%. Nou lijkt het misschien maar een paar procent, maar dit zorgt wel, ieder procent is bijvoorbeeld 500 miljoen of zo aan winst voor dit bedrijf. Dus als je dit met 5% verlaagt, heb je het dus eigenlijk over 2,5 miljard per jaar minder aan winst dat ik vanuit ga. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de free cashflow. De geplaatste aandelen die zien we al wat krimpen de laatste vijf jaar... dus ze kopen wat aandelen op. Misschien dat ze er binnenkort mee ophouden omdat ze denken... dit geld kunnen we beter gebruiken om te investeren in de metaverse. Misschien denken ze nu ook wel tegen de huidige koers... kunnen we beter eigen aandelen opkopen, dat weet ik niet. Laten we uitgaan van 0%, dus geen verandering, min 1 en min 2. Dividend doen ze niet aan, want ze investeren dus nog in de toekomst. En dan komen we aan bij de PE-ratio en de free cashflow-ratio... En die stel ik ook behoorlijk laag in. 15, 18 en 21. Ik denk dat dat laag is voor Facebook. Eigenlijk alle concurrenten liggen een stuk hoger. Misschien hebben die ook meer groeiverwachting, dat weet ik niet. Maar um, kijk je naar nu de cijfers op dit moment. 17, dat is al laag. Want een week geleden was het geloof ik nog 27 of 25. Maar het is natuurlijk ook iets een verwachting van in de toekomst. Wat zijn beleggers dan bereid om te betalen? Dit is dan een analyse voor over 7 jaar. En dan ga ik ook gewoon heel... Laag zitten, dan kan het eigenlijk alleen maar positief uitvallen. Niet alleen dat stel ik laag in, ook mijn gewenste rendement stel ik juist hoger in. Normaal ga ik uit van 10%, nu doe ik dat 12%. Dat ik wat meer risico loop, wil ik eigenlijk wat meer rendement maken per jaar. En het eindloze groeipercentage houd ik gewoon op 3%. En zou we dan de waardering maken, dus even het volgende screenshot, dan komen we uit bij de volgende waarderingen. Dit zijn de bedragen die je zou willen betalen op dit moment als je hierin gelooft. Om dan toch het gewenste rendement te kunnen maken. En dan zie je eigenlijk dat de base case, de bull case, dat dat in het groen staat. Oftewel, die koers wat je zou willen betalen, is hoger dan de huidige koers. En bij de bear case, dus in het meest slechte geval waar ik van uitga, dan zie je dat het net iets onder de koers van dit moment is. En dat is dus voor mij ook de reden geweest. Ik denk dat ik het hier met de bear case heel laag inschat. En dat we dan in die situatie ongeveer bij de koers van dit moment uitkomen. Dus dat vond ik in ieder geval een goede reden. Een goede onderbouwing waarom ik het bij de huidige koers dus interessant vind om mijn positie uit te breiden. En dat is dan ook eigenlijk de samenvatting of de conclusie van deze video van ik heb mijn positie dus uitgebreid omdat via mijn eigen waardering ik aankom bij een koers van dit moment die gewoon heel interessant is. Je ziet gewoon dat er nu onzekerheid is, misschien wel angst onder beleggers en ik hoop en ik denk ook dat die van korte duur is. Terwijl ik juist met de aankoop uh, die positie die had ik al en nu ook met... De aandelen die ik heb bijgekocht, eigenlijk juist gaan voor de lange termijn. Dus wat is de verwachting over 7 jaar en hoe denken beleggers dan over het bedrijf? En in mijn waardering ga ik dan ook nog uit in de bear case van heel negatieve ontwikkelingen eigenlijk. Een groei van 15% per jaar, dat is meer dan halveert het per jaar. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren bijvoorbeeld. De winstmarge die afneemt met 5%, ook enorm negatief. En een PE-ratio wat heel erg laag is. Dus Zelfs in die situatie ziet het er heel positief uit. En zoals gezegd, dat was voor mij de reden om dan toch nu extra aandelen te kopen. En juist omdat ik dus uitga van zo'n negatieve verwachtingen in mijn waardering, denk ik en hoop ik ook natuurlijk dat het alleen maar mee kan vallen in de toekomst, dat het alleen maar beter zal gaan dan wat ik nu heb berekend. Maar zoals gezegd, dit is mijn mening, mijn visie en mijn verwachtingen. En laat ook zeker weten hoe jij er tegenaan kijkt en wat jij verwacht van het aandeel via de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video en wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.